Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen we u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. De gemeente Drimmelen gaat vanaf 3 juni camera's voor kentekenherkenning plaatsen in de batterij aan de kant van de Kuipershoek in Drimmelen. Deze camera's zijn instrumenten die een belangrijke rol spelen bij het handhaven van het vrachtwagenverbod in deze straat. Dit om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Op donderdagavond 13 juni vanaf 19:30 avonds komt de Olympische vlag van het Special Olympics naar het activiteitencentrum van SOVAK in Terheide. De Special Olympics Nationale Spelen is het grootste multisportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. Op 14, 15 en 16 juni vinden de Spelen plaats in Breda en Tilburg. Meer dan 3000 sporters in 20 sportdisciplines nemen het tegen elkaar op. Voordat de Spelen van start gaan, vindt de Torch Run plaats. De Torch Run is een wereldwijde organisatie waarbij politieagenten en brandweermedewerkers aandacht vragen voor de Special Olympics. Het Special Olympics vuur kan rekenen op een fantastisch ontvangst van de bewoners van SOVAK, begeleiding en buurtbewoners. Met een optreden van de Gruitveldband, politie- en brandweerauto's met sirenes en zwaailichten en natuurlijk de Olympische vlam belooft het een sportief spektakel te worden. De gemeente gunt het leerlingenvervoer in de gemeente Drimmelen aan het vervoersbedrijf Willemsen de Koning. Dit is het resultaat van een verplichte Europese aanbesteding. Het bedrijf verzorgt vanaf het nieuwe schooljaar het vervoer tussen thuis en school voor ongeveer 200 leerlingen over heel de gemeente. Willemsen de Koning en de gemeente zorgen samen voor een goede overgang. Daarbij is ook aandacht voor de veranderingen voor de kinderen, die met nieuwe chauffeurs en soms ook nieuwe routes te maken krijgen. Staatsbosbeheer heeft samen met de werkgroep Zeearend Nederland jonge zeearenden in de Biesbos geringd. Dit in kader van landelijk en langlopend onderzoek. In de Biesbos is net als voorgaande jaren sprake van 2 broedparen. In de Biesbos zijn 4 jongen geringd. In totaal 3 mannen en 1 vrouw. De werkgroep Zeearend Nederland coördineert en voert breed biologisch en ecologisch onderzoek uit in Nederland. In de Biesbos werken zij daaraan mee en dat levert veel informatie op over de broedsucces van de zeearenden in de Biesbos en ook de latere verspreiding van deze zeearenden. Het komt niet vaak voor dat er sprake is van 4 gezonde jongen. Op de nesten werden onder andere hazen, meerkoeten, ganzen, wilde eenden en vissen aangetroffen als voedsel. Donderdag 13 juni van 6 uur tot 8 uur is in het hotel Het Trefpunt een inspiratiesessie voor buurtbewoners van de Bloemenbuurt, de directe omgeving van de wijngaard. Tijdens deze avond gaan ze in gesprek met inwoners en ondernemers uit Made over hoe zij hun buurt ervaren en wat er volgens hen voor nodig is om een zorgzame buurt te worden. U kunt zich op deze avond aanmelden voor een werkgroep die samen met de betrokken partners ideeën gaat uitwerken. Meld u aan via onderstaande website. Op woensdag 5 juni overhandigde burgemeester Boy Scholtsen een bronzen bever aan de heer Johan Marijnissen uit Made. Hij ontving deze onderscheiding onder andere voor de verrichte vrijwilligersactiviteiten voor het Maarskwartierke en Stichting De Mayeners. Daarnaast werkt Johan sinds 2017 bij de Stichting Lokale Omroep Drimmelen als radiomaker en sinds eind 2022 als adjunct hoofdredacteur bij de afdeling radio. Ook collecteert Johan voor het Nationaal MS Fonds, het Prinses Beatrix Spierfonds en de Nederlandse Hartstichting. De gemeente dankt Johan voor zijn bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang van inwoners en ondernemers. Deze bijdrage is voor de gemeente van groot en maatschappelijk belang. Met weken en maanden van voorbereiding en opbouwen zal er 14, 15 en 16 juni weer een powerweekend georganiseerd worden. Een heus spektakel zal het ook dit jaar weer zijn. Een Europees evenement dat al jaren door duizenden bezoekers bezocht wordt. Groot onderhoud aan de provinciale weg tussen Zevenbergen en Terheide. In
In het kader van de veiligheid wordt de provinciale weg op diverse knelpunten gefaseerd aangepast. De knelpunten lopen uiteen van de nieuwe rondweg bij Zevenbergen, de toegankelijkheid van het pompstation nabij de rotonde Zevenbergse Hoek, tot een uitbreiding van een rijstrook bij de verkeerslichten van de A59 afslag Ter Heide-Wagenberg. Volgens een woordvoerder van de provincie worden in het weekend van 14 juni vanaf 8 uur tot 17 juni 6 uur bitumstroken tussen de betonplaten vervangen. Dit betekent dat tijdens het powerweekend de weg tussen Zevenbergse Hoek en de snelweg A59, de provinciale weg, in het geheel is afgesloten. De gemeente Drimmelen was niet op de hoogte van deze werkzaamheden en gaat daarom in overleg met de provincie om de toeschoon van de bezoekers aan het powerweekend goed en veilig te laten verlopen. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan de samenhang en betrokkenheid wat meer aandacht verdient? Laat het ons weten via een mail aan publicatie Omroep Drimmelen. Hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mailt ons op onderstaand e-mailadres. U kunt ons ook volgen op de sociale media van Omroep Drimmelen. Graag zien wij u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!